Isabella van Elst, vijfde plek op de 500 meter. Wat is je gevoel daarbij? Ja, heel goed. De eerste 500 meter ging de laatste bocht niet helemaal lekker. Maar voor de rest was de race wel heel goed. En de tweede race probeerde ik daar meer op te focussen. Ik zat nog net wat te hoog, maar vijfde plek is zeker een goede plek. Nou, op zich twee prima races gereden, dus ik ben op zich voor vandaag wel tevreden. En twee constante openingen, dus daar was ik wel heel blij mee. Het was je eerste race op de Jeugd Olympische Spelen. Ja, hoe kijk je op de eerste wedstrijddag terug? Super gaaf om hier te rijden, ook in deze ijshal. En echt van genoten ook. En het publiek geeft echt een flow mee waar je wel in kan knallen, zeg maar. Dus dat is wel mooi. Kun je eerste race nog eens voor de geest halen? Hoe verliep die? Ja, wel goed. De eerste 100 meter die was 11-3. Die had wel iets sneller gekund, maar ik weet niet of het aan het ijs ligt of aan mezelf. Maar die ging nog net een tiende te langzaam eigenlijk. Toen die eerste buitenbocht, die liep eigenlijk wel heel lekker, goed fel. Ik kon goed met de tegenstander mee en toen die kruising, die was echt heel goed. Dat heb ik niet vaak, maar ik kon goed blijven zitten. En die laatste bocht ging net even wat te veel naar binnen in, waardoor ik daar niet echt mijn kracht kwijt kon. Maar uiteindelijk, ik ben wel blijven staan, dus dat is mooi. En de laatste 100 meter heb ik mooi afgemaakt. En na de eerste race kwam de tweede uiteraard. Met wat voor doel ging je die in? De technische puntjes wat ik dan in de eerste 500 meter heb laten liggen, heb ik opgepakt in de tweede 500 meter. En ik merkte eigenlijk dat het gewoon veel beter ging en ook veel ontspannender. Dus ook een snellere tijd dan de eerste, dus eigenlijk wel tevreden daarmee. Was je nerveus vanmorgen? Ja, spanning heb ik altijd wel. Het viel nog mee, ik had het erger verwacht. Maar ik heb er wel goed mee om kunnen gaan, gelukkig. Niet nerveus geweest? Ja, ik was vanochtend toen ik opstond wel heel erg zenuwachtig. Ook hier natuurlijk voor de start. Maar als ik eenmaal aan de start ga, dan gaat de knop wel om en dan kan ik prima rijden. Dus je bent tevreden over je eerste optreden tijdens de Jeugd Olympische Spelen? Ja, zeker. Ik heb geen rare dingen gedaan. Geen grote fouten gemaakt. Dus dat is zeker twee goede races gereden.